gingen vanuit dat ik binnenkort weer gewoon een opdracht zou krijgen om pakketjes te ontvangen en rond te brengen. Maar onderweg naar huis kreeg ik de schrik van mijn leven. Via WhatsApp kreeg ik een film. Daarin was te zien dat een aantal gasten bij de achtertuin van mijn huis stonden en de poort openden. Daar grepen ze Bink die buiten liep en namen hem mee. De beelden die daarop volgden staan op een netvlies gebrand. Ze filmden het arme beestje levend, daarna hakten ze hem in stukken. Zijn geblaf, piep, schreeuw zal ik nooit meer kunnen vergeten. Nou, we zien hier het interieur van de truck en deze is nu ingericht op criminele uitbuiting. Dus per thema verandert feitelijk de inrichting. Niet alleen de inrichting, maar ook de hele beleving. Dus het verhaal wat verteld wordt, wat overigens waar gebeurd is, want het is gebaseerd op politiedossiers. Maar ook de geuren, de kleuren, de banken en stoelen, alles verandert per thema. Opgepakte drugsuithalers in de Rotterdamse haven, explosies bij woningen en bedrijfspanden, het is bijna wekelijks in het nieuws. Veel van deze daders zijn jongeren die van de straat geplukt worden. In deze escape room op wielen die bij het Alberda op Zuid stond, is het verhaal te beleven van een zo'n jongere die geronseld werd voor de drugshandel. Nou, uiteindelijk is dit dus de woning van de jongen waar het over gaat. Nou, en hier moeten ze dus, deze foto's, die komen hier dus op het beeldscherm. En dan moeten ze hier in deze kamer moeten ze dus foto's zoeken. In dit geval is criminele uitbuiting, dus cocaïne, ecstasy, juwelen, geld, nou, containers. En dit was dan een centraal punt in het verhaal, namelijk de hond van de jongen die als pressiemiddel ook gebruikt wordt naast andere bedreigingen natuurlijk. De truck is een initiatief van de nationale politie en is in Rotterdam op verzoek van de gemeente en het Alberda zelf. Moet niet stiekem de codes filmen zo, want dan verpest je het voor de rest. Hè? 0504. Stond er net nog niet. 2, 0, 11. Hier hangt inderdaad iets. Een plusje. Ja, ik vond het wel echt heftig. Heftig ja. Dat het waar gebeurd is ook. Ik had het niet verwacht. Ja. Ik wens dit echt niemand. Ja, absoluut. We merken heel vaak dit soort situaties. En dan vertellen soms studenten het wel aan ons en soms niet. Soms hebben we signalen, maar dan kan je er niks mee. Omdat zij zelf niet om hulp vragen. En dan wil je bijvoorbeeld verwijzen naar een hulpverlener. En de drempel is soms voor hun te hoog. De leeftijdsgroep waarin de leerlingen zich bevinden is een kwetsbare. Daarnaast zijn enkele opleidingen op de school van maatschappelijke aard en krijgen studenten later in hun werkveld mogelijk te maken met zulke situaties, maar dan als hulpverlener. Stichting Humanitas is gevraagd begeleidende gesprekken te voeren met de studenten die de truck bezoeken. Als je ergens eenmaal al in vast zit, ben je eigenlijk te laat en is hulp heel moeilijk. Het kan nog steeds, maar wel veel moeilijker en je wil eigenlijk voorkomen dat het natuurlijk zover komt. Dus dat is ook het aspect van de truck, vooral een stukje bewustwording en preventie. Maar het is ook belangrijk, als je er wel in vast bent komen te zitten, dat er ook weer hulp en ondersteuningsmogelijkheden zijn. En ja, dat je dus iemand eigenlijk benadert, misschien iemand die je vertrouwt, en die vervolgens dan weer professionals zoals ons benadert, zodat wij ondersteuning kunnen bieden om te kijken of iemand ergens uit kunnen halen. En zorgt dit er nou van dat je er misschien wel meer bewust van gaat zijn? Ja, zeker. Ja. Jawel. Vooral bij andere mensen meer in de gaten houden, denk ik. Ja. Wat zijn dan de dingen waar je op kan letten? Hoe ze zich gedragen sowieso. Ja. Wie hun vrienden zijn, laat me het zo zeggen. Ook denk ik, uiterlijk speelt ook een dingetje hoe ze eruit zien en zo. Dat gewoon een beetje.